money, these arms that once held you are ready to fight. Yo mensen, welkom terug in deze nieuwe video. En in deze nieuwe video is het de update van jouw leven. En in deze nieuwe update van jouw leven spelen wij Minecraft. Minecraft Build Battle, oké. Dus dat kutspel spelen wij dus. Maar, zoals de meesten weten, is het binnenkort terug school. Jammer. Er valt gewoon niks aan te doen natuurlijk. Ik ben trouwens naar die app aan het kijken. Ik ga die proberen nabouwen. Er valt niks aan te doen. Ik zou gewoon zeggen, deal with it. Maar dat is helemaal niet belangrijk in deze video. Deze video ga ik het hebben over de meeting in Antwerpen. En over de meeting van de mijn kanaalreviews. Mijn kanaal gaat veranderen. Ik kom echt niet uit mijn woorden vandaag. Mijn kanaal gaat een beetje veranderen. In september zal het niet zoveel veranderen, zeg maar. Maar in oktober, ja, dat gaat het toch anders zijn. Ik ga eerst alle let's plays afmaken. Dat zijn, ja, mijn let's plays zijn, wacht ze, Assassin's Creed 2. Ik heb daar alle afleveringen al van opgenomen. Dat is wel fucking awesome. Ja, heel awesome eigenlijk. En handig. En van Far Cry 4 zijn nog niet allemaal opgenomen. En ja, Middle-earth of Mordor en Portal 2, die ga ik allemaal afmaken. Maar vanaf dat Middle-earth of Mordor, Far Cry 4 en ja, als die twee gedaan zijn en Portal 2, dan ga ik geen nieuwe let's play erachter doen en ga ik het waarschijnlijk alleen maar houden bij Assassin's Creed en ja, en Minecraft. Het lijkt me zo leuk, want ik heb niet echt het gevoel. Misschien ga ik nog eens heel af en toe nog eens een ander spel spelen. Ik kan dat ook doen, maar niet in de vorm van een let's play, als ik het zo kan zeggen. Eerder in de vorm van gewoon een random video erover. En die serie gaat dan hashtag Wouter speelt noemen. En ik ga morgen de eerste aflevering ervan maken, dus die komt morgen online. En ik ga kijken hoe dat bevalt, zeg maar. Is het trouwens mooi? Ja, eigenlijk niet, maar dat maakt niet uit. En ja, dat lijkt me een leuk concept. En ik denk dat ik misschien zelf ook wat leuker vind, wat meer in knippen. En dan als het oktober is, zoals ik al zei, ga ik niet meer elke dag kunnen uploaden. Dat is natuurlijk ook wel vrij logisch natuurlijk. En ik vind het zelf ook jammer, maar dan zal ik 5 keer in de week uploaden, gewoon niet in het weekend. Het is jammer, maar deal with it zou ik zeggen. Ik ga ook trouwens de grond van deze map aanpassen, want ja, dat is gewoon chill. Dan heb ik nog veel tijd. Ik zat naar mijn recording ding te kijken, maar daar moet ik niet naar kijken. Oké. Dus dat is een appel. En misschien kan ik nog zo'n tak aanmaken. Ja, dat is wel vrij chill, denk ik. Zo. Zo. Ik moet dat wel snel doen dan. Maar ja, dat is. En ik heb ook een nieuwe facecam. De Logitech B19. Ik moet mijn review er trouwens nog wat van uploaden. Holy shit. Het is echt wel een goede webcam. Ja, ik ben er content mee. Alles beter dan die C170 die ik ervoor had. Ik denk dat de meesten het daar wel mee eens zijn. Want ja, die facecam die ik ervoor heb, dat trok op niks, ja. En ja, ik hoop dat jullie blij zijn met deze facecam. Ik ben er echt veel blij mee. Echt mooie kwaliteit. Ik vind echt mooie kwaliteit. Ik had er de Vlaamse YouTuber tag mee opgenomen voor de mensen die het zich zouden afvragen. Zo, nice.
En misschien win ik dit nog. Ik weet niet, maar ik vind mijn bouwwerk best wel mooi. En nu wil ik als finishing touch nog een paar boomstranken toevoegen. Zo. Nice. En ja, dat is. Maar mijn nieuwe facecam gaat nog niet in alle video's zijn. En nu denken jullie, hoe kan dat nu? Die zal nog niet in alle video's zijn. Omdat ik heel veel afleveringen op voorhand heb opgenomen. Maar tot mijn nieuwe facecam nog niet. Dus vanaf 31 augustus zal het altijd nieuwe facecam zijn. Ik zal het nog een keer geven. Nee, toch poep. Een nieuwe facecam buiten Assassin's Creed 2 aflevering, want ik was zo slim om die op voorhand op te nemen. Maar voor de rest zal het altijd een nieuwe facecam zijn. De sound en game muziek zal game muziek wat meer naar onder. En mijn commentaar die ding wat meer naar boven. En ik vind mijn ding toch echt al het beste hoor. Dus ja, dat is. En ik heb ook een nieuwe facecam border. Als sommigen is misschien eens opgevallen. En what the fuck is dit? Schoenen misvormen een appel, maar ik zal het een oké geven. En ja, dat dus. En nu nog over de meeting in Antwerpen. 30 augustus is er. Oh, dat vind ik wel nog goed. Is er een meeting in Antwerpen? Ik kijk er echt heel naar uit. Heel naar uit, wel geweldig. Heel erg naar uit. En ja, dat lijkt me echt gewoon. Doet iets aan, oké. En dat lijkt me echt gewoon super chill eigenlijk. Ja, Zakka gaat er zijn kastje op. Het is van 2 uur, dacht ik, tot 6 uur. In de middag natuurlijk. En ja, ik kom gewoon. Er komt al 500 man. Staat op Facebook toch? En wat? Ik win dit van mijn bouwwerk? Wat? Oké, anyway mensen, maakt niet uit. Vond je deze video leuk? Was het een blauw duimpje? Oh nee, wacht, ik moet eigenlijk nog een paar dingen zeggen. Nee, maar ja, ik kom dus en kunt je mij ontmoeten eigenlijk. Nou, dat is gewoon fucking chill, denk ik. Ja, dat vind ik toch. En oh, FPS erop. En ja, dan ga ik deze video echt afsluiten. Dus vond je deze video leuk? Was het een blauw duimpje? Abonneer je de volgende keer en de volgende keer meer. Tot dan. En al goed bij.